Vrienden, hoogste tijd voor een update. En wel over het kapsel. Weet jullie nog? Kapsel van mijn vrouw. Ja, van Jut. Want Jut, die ging toen naar een Spaanse kapper. Weten jullie het nog? Dat is dus 2 maanden geleden. Kijk nog even mee. Oh jongens, ik moet jullie wat vertellen. Er is een ongeluk gebeurd thuis. Ja, een enorm ongeluk gebeurd. Wat denk je? Mijn vrouw, die wilde dus naar de kapper. Ja. En ik dacht van, waarom ga je naar de kapper? Maar ze ging naar de kapper, want er was eigenlijk niks aan de hand met haar haar. Nou goed, toen heeft ze dus een foto laten zien van een model. En die foto, die krijg je nu even te zien. Nou, kijk even naar die foto. Ja, en nou moet je even kijken hoe dit is uitgekomen bij die kapper. Hier, let ervoor op hoor, daar komt hij. Daar komt hij. Ja. Oh. Ja, ze durft zich eigenlijk niet meer te vertonen. Kijk hier. Ja, kijk. Ze draagt. Het is ook. Ja, maar ik heb ineens een hele andere vrouw thuis. En dan moet je weten, ze volgt dus de cursus basis Spaans. Nou, zie het voor je. Dus zij komt daar bij die kapster binnen. En die heeft dus gewoon in, ja, hokkie-tokkie, heel gebrekkig Spaans uitgelegd van een heel klein beetje eraf. En gevolg is, dat, ik loop er even omheen, hè. Ik kijk even, hier. Dat is niet eens een bloempottenmodel. Hier hebben de ratten dus behoorlijk aan gevreten. Kijk hier. Nou. Ja. En ze heeft dus al, ja, en dat kan je rustig zeggen, je hebt er al 2 keer. 2 keer heeft ze er al om gehuild, hè? Ja, of heel niet? Erg. Heel ja. Erg, ja. 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 Oh. Ja. Nou, maar janken. Zie je? Ze vindt het heel erg. Ja, dat was dus 2 maanden geleden. En let op wat er nu gebeurd is. In die tussentijd. Ze is nu weer naar de kapper geweest. Ja. Vandaar de update. Maar dit keer naar een Nederlandse. Ja, Nederlandse dame. Dus die kon ze keurig uitleggen wat ze wilde. Nou jongens, daar komt ie, hè. Let op het verschil, hè. Daar gaan we. Ja, daar is ze. Kijk. Dat ziet er al een stuk beter uit. Ja, kijk, ik heb bijna mijn vrouw weer terug. Kijk. Ik ga er even omheen. Ja, hier, let op. Kijk, dat ziet er al. Ja, dit ziet er al heel veel beter uit. Ja, kijk. En ze voelt zichzelf ook heel veel beter, of niet? Yes. Ja, kijk. Want nou zit het een beetje. Kijk, nu zit het een beetje. Kijk, het zit gewoon. Kijk, ja, zie je? Ja, weinig ratten aangesnuffeld. Dus, jongens, Jut en Jul zijn weer helemaal gelukkig. Ja, en ik heb gewoon mijn oude Jut weer terug.